We maken deze opdracht besturingstechniek met de naam autobus. Een autobus is voorzien van drukknoppen met opdruk stop. Deze dienen om de chauffeur te laten weten dat bij de volgende halte de passagier wil uitstappen. Er zitten twee van deze drukknoppen in de bus. Deze drukknoppen zijn uitgevoerd met een normally open contact. De passagiers wordt gemeld dat een drukknop is bediend, een lamp gaat branden. Ook de chauffeur krijgt een visuele melding. Eenmaal bediend kan de melding niet meer ongedaan worden gemaakt. Geheugen. Als de deuren geopend worden, gaan de meldingen automatisch uit. Een normally open deurcontact. Nou, dan krijgen we weer de bekende stappen. En dat begint steeds met het topografisch schema. Dus dat gaan we eerst maar eens maken. Dit is vraag A. Topografisch schema. Nou, even een bus tekenen. Met wieltjes eronder. En in ieder geval zijn er twee drukknoppen met een normally open contact. Nou, dat mag je op een gegeven moment zo tekenen. Er is een lamp, een melding naar de passagiers. En er is een lamp, naar een melding naar de chauffeur. En er is een deur, een soort schuifdeur, met een sensor die kijkt of de deur open of dicht is. We moeten al deze onderdelen natuurlijk coderen. En ik kies nu maar even voor S1, S2, S3. Dat zijn de variabelen. En de uitgangen zijn H1 en H2. Dat is het topografisch schema. De volgende vraag is de waardtabel voor het inschakelen van de melders. Dus de vraag is wanneer H1 en H1 branden. Nou, H1 en H2 zijn de uitgangen en de variabelen zijn S1 en S2. 2 tot de macht 2 mogelijkheden. Dat betekent dat de tabel 4 regels krijgt. Het is een standaard binaire tabel. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nou, wanneer brandt deze lamp? Als een passagier op de knop duwt, dus als één van de twee drukknoppen wordt bediend, dan gaat H1 branden. Als er niks bediend wordt, dan brandt er niks. En H2 die is daar natuurlijk mee verbonden, dus die ziet er hetzelfde uit in de waardtabel. We gaan er hier wel vanuit dat de deur gesloten is, dus dat S3 verder geen rol speelt. Je zou hem nog kunnen toevoegen. Aan deze kant, dan wordt de tabel natuurlijk 2 keer zo lang, maar daar komt in feite hetzelfde uit. De volgende vraag is het opstellen van de waardtabel. En dat kunnen we weer doen vanuit, het opstellen van de schakelformule, dus vraag C. En dat kunnen we doen vanuit de waardtabel, namelijk deze situatie en deze situatie is waar. Maar we kunnen het ook beredeneren vanuit de casus. Laten we eerst deze even nemen. Hier staat dat H1 brandt als S1, S2 niet. Hier is het S1 niet, S2. En de derde mogelijkheid is S1, S2, als ze beide bediend worden. Dus de schakelformule voor H1, en dat is dezelfde als H2, wordt dan S1, S2 niet of S1 niet, S2. Of S1, S2. Al redenerend kun je ook zeggen, en dat is ook goed, H1 is gelijk aan H2 is gelijk aan S1 of S2. Dus beide antwoorden zijn goed. Als de situatie wat ingewikkelder is, dan lukt dat beredeneren niet meer. En dan moet je deze methode gebruiken. Vraag D. Voor de geheugenstand wordt gebruik gemaakt van een SR-element. Welke sensor wordt aangesloten op de reset? Nou, even dat SR-element bekijken. Dat ziet er zo uit. SR. En dat is de uitgang. Die wordt meestal Q genoemd. Die S staat voor set. En de R staat voor reset. En de situatie hier is dat onthouden moet worden door het systeem dat iemand op de drukknop heeft geduwd. Dus als hier één keer een eentje komt,
en iemand laat natuurlijk hier weer de knop los, dan moet de uitgang hoog worden en hoog blijven. En dat is dan feitelijk waarop gedoeld wordt als we zeggen een geheugenstand. Wanneer gaat de lamp weer uit? Als dit element gereset wordt, dus dat betekent dat hier een pulsje moet komen, dan ontstaat er een reset en wordt deze weer 0. En dat kan volgens de casus als de deur open gaat, dus als S3 actief wordt. En dat betekent dus dat S3 hier op de reset aangesloten is van dit SR-element. Dus het antwoord op vraag D is S3. Dan gaan we naar vraag E. Teken de schakeling in digitale poorten. Nou, dat ziet er als volgt uit. In ieder geval heb ik te maken met een OF-poort. Kijk maar even terug naar de schakelformule. Hier zie je duidelijk een OF-poort. En die OF-poort heeft twee ingangen, namelijk S1 en S2. En dan moeten we nog iets verzinnen voor de geheugenstand. Nou, die OF-poort die zal het geheugenelement bedienen. Dus die zal zorgen dat het geheugenelement hoog wordt. En S3 zal er uiteindelijk voor zorgen dat het geheugenelement weer laag wordt. En dit is de voorstelling van die met digitale poorten bij vraag E. Dan gaan we naar vraag F. Daar wordt gevraagd de flowchart. En dat begint altijd met het bekende symbooltje, deze. En dat is de stopprocedure van deze bus. En het eerste wat het systeem natuurlijk moet doen, is constant kijken naar die drukknoppen. Of die bediend worden. Worden S1 of S2 bediend? Zo niet. Dan moet het systeem opnieuw gaan kijken of ze bediend worden. En is dat wel het geval, dan ontstaat er een actie. En dit is het actieblok, een rechthoek. H1 en H2 aan. Dan gaat het systeem kijken of S3 geopend wordt, of de deur geopend wordt. Is dat niet zo, dan blijft hij naar die deur kijken of die geopend wordt. Dat is dus S3. En is dat wel zo, hier ook nog een pijltje, dan ontstaat er weer een actie. H1, H2, uit. En de laatste stap is dat het systeem vervolgens weer zichzelf, als het ware, opstart. En weer gaat kijken of er gedrukt wordt op de knop. En daarmee is vraag F beantwoord. Dan vraag G. Even terug naar de tekst. Nu wordt de deurschakelaar vervangen door een normally closed type. Dus normally open was dit. En normally closed was dit. Wat moet je doen om het systeem weer te laten functioneren? Teken opnieuw de waarheidstabel en de poortschakeling. Nou, wat dit betekent is dat, dat is vraag G. Dat betekent dat we een ander signaal moeten geven aan de reset. Ik pak de reset er eventjes bij die we hier eerder gezien hebben. Hier hebben we gezien dat het S3 is. En S3 is een signaal dat op deze manier reageert. En wat er nu gebeurt is, S3 wordt een normally closed contact. En dat betekent dat S3 er ineens zo uitziet. Dus is, normaal gesproken is het signaal 0. En wordt het een 1 als S3 bekrachtigd wordt. En nu, bij het normally closed contact, is S3 hoog. En wordt het 0 als die bekrachtigd wordt. Dat betekent dat die reset-ingang niet goed functioneert. Want je hebt het signaal omgedraaid. Dus wat je zou kunnen doen hier, en ik teken hem hier even in, is dat je het signaal van S3 omdraait. En dat kan eenvoudig met een inverter.
door die er op deze manier tussen te plaatsen. En dat is het einde van deze opdracht.